zijn het 60 watt, 40 watt. Ik kan die zeggen, het ligt allemaal aan de omstandigheden. Voor slang is dat meer stress. Komt in het koud of het warm, terrarium is niet goed ingericht. Is allemaal niet leuk. Ik ga bezig proberen moeilijk, ga moeilijk doen met eten. Hè, mensen krijgen dan, wij mensen krijgen dan daar weer stress van. Oh nee, mijn slang helpt, mijn slang eet niet. We krijgen heel vaak om het forum een bericht van, ah help, mijn slang heeft al 2 weken niet gegeten. Ja, dan kunnen wij altijd zeggen, nou dat is helemaal niet erg, maar waarschijnlijk is er iets aan de hand. Het kan zijn, ze willen paren. Hè. Deze tijd van het jaar zijn heel veel slangen gestopt met eten. Het kan ook gewoon zijn dat hij niet goed zit. Temperatuur te warm, te koud. Van de winter hebben we heel vaak, na een paar zachte winters, hebben we van de winter weer een extreem koude winter gehad. En meer slangen stopten weer met eten, omdat mensen niet in de gaten hadden dat s'nachts de huiskamer ook afkoelt. S'nachts moeten ze ook op temperatuur blijven namelijk. Ja, nou, we houden een slang, leuk, we gaan ermee kweken, we gaan het weer verkopen. Maar is er dan geen regelgeving? Nee, op dit moment is in Nederland in principe geen regelgeving over het houden en kweken van slangen. In principe mag je elk reptiel kopen wat je wil. Geen probleem, wil je een krokodil? Kan je kopen. Ik weet niet of het verstandig is natuurlijk, maar je kan het kopen. Is er dan nog wel enige regelgeving om te houden van slangen? Ja, er is wel enige regelgeving. De regelgeving heet CITES. CITES is een organisatie die allerlei beschermde planten- en dierensoorten heeft geïmporteerd. Of heeft geïndexeerd. En daar hebben ze 3 gradaties in gemaakt. Je hebt CITES C of CITES 3. Je hebt CITES B of CITES 2. En je hebt CITES A of CITES 1. CITES A-dieren zijn zwaar beschermd. De dieren die ook nooit meer mogen worden uitgevoerd, kan je ook geen wild van krijgen. En als je ze al hebt in huis, hebben er horen allemaal papieren bij. Krijg je de nakweek van, moet je ook aanmelden bij bureau Laser, krijg je weer nieuwe papieren voor je nakweek, voordat je ze mag verkopen. Heb je nou een CITES A dier zonder de juiste papieren en de controleurs komen langs, nemen ze die slang gewoon in beslag. En je hebt een CITES B dieren. CITES B dieren zijn redelijk met uitsterven bedreigd, maar ja, ze worden in Nederland al, of in Europa al vrij veel nagekweekt. Dus voor die dieren heb je helemaal een verklaring nodig voor overdracht. Dat betekent, je krijgt een papier waarop de naam van de koper en de verkoper staat. Wat voor diertje je hebt gekocht en waar die is gekweekt. En dan heb je nog CITES C dieren, maar die zijn al vrij verhandelbaar. Heb je verder geen papieren bij nodig. Eigenlijk is dat heel de wet en regelgeving in Nederland over het houden van slangen. In Duitsland is het anders geregeld. In Duitsland hebben ze standaardmaten ingevoerd voor terrariums voor je diertje. Dus als jij bijvoorbeeld in Duitsland een boa koopt, moet jouw terrarium, even uit mijn hoofd, minimaal 2 meter lang bij 1 meter diep en bij 1 meter hoog zijn, zodat de boa genoeg ruimte hebben. Hier in Nederland kan je gewoon die boa stoppen in een keuvel van 50 bij 50 bij 20 centimeter en er zal geen haan naar kraaien als jij niet op het internet zit. Is dat goed? Nee, is niet goed. Kunnen wij er op dit moment iets aan veranderen? Ik ben bang dat als we nu iets aan regelgeving gaan doen, dat de politiek kennen met dat het opeens heel extreem gaat worden en we bijna niks meer mogen houden. Dat zou natuurlijk ook zonde zijn. Hè? Ik ben niet verantwoordelijk voor die Jan Mul die naast me woont en zijn tijgerbiet als niet goed verzorgd en gebeten wordt. Ik ben alleen maar verantwoordelijk voor mijn eigen slangen. Ik heb nou een beetje zo'n kleine introductie gegeven over slangen. Ik weet niet of er nog vragen zijn van mensen. Ja. Je stopt het nou in die zak? Ja. In de doos? Ja. Zuurstof? Dan zit hier boven de doos. Het is gewoon zeg maar in elkaar gevouwen, dus het is niet helemaal dicht. Maar die zakken lopen dicht natuurlijk. Ja, maar door, ik weet niet, als ik een tiefje over mijn hoofd trek, kan ik nog steeds ademhalen. Slangen hebben niet zoveel zuurstof nodig. Wat je meestal ziet, dat is dan een aquarium met een terrarium. Meestal hiervoor zit een metalen strip met wat gaatjes. En daarbovenop zit nog een metalen strip met wat gaatjes. Dat is alle ventilatie, meer hebben ze ook niet nodig. Slangen ademen niet zoveel, gebruiken niet zoveel zuurstof als wij mensen. De slangen in rust zullen misschien 1-2 keer per minuut ademhalen. Verder zijn er misschien vragen? Leuk? Nee? Nou, dan was dit mijn voordracht over slangen. Hij is een kwartiertje korter dan ik had gehoopt, maar ja. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk hebben gevonden en genoten hebben.